Doe je best in mij zien. Ja, dat doe ik. Okay. Komt de zaterdag ook kijken? Ja, televisie. Televisie. Ik zal een kaartje, voor je veranderen. Graag. Doe ik. Ja, ik heb natuurlijk al in 2009 hier mogen rijden en toen vond ik het fantastisch, maar denk ik niet dat ik het echt zo besefte als nu. Ik heb zoveel kampioenschappen al kunnen rijden op alle plekken in de wereld en nu sta je bijna in je eigen achtertuin en dat geeft wel een mooi gevoel. Ruim een maand terug in het veld nu, sta je waar je wilt staan? Ja, het heeft wel even geduurd voordat ik echt in gang schoot. Het ging best goed hoor, vanaf de kerst, maar toch wel met enige moeite. En afgelopen weekend voelde het wel echt heel goed en de vorm lijkt er op tijd te zijn. Waar zit het hem in, moeite hebben? Ja, ritme, het gevoel met de fiets, dat miste in het begin wat. En vrij veel omvang getraind om natuurlijk ook hier wel weer goed te zijn en voldoende inhoud en kracht te hebben. Nou ja, en dan mis je net de frisheid. En uiteindelijk was dat ook wel gewoon de bedoeling hoor, in de opbouw. Maar ja, je vorm is niet altijd helemaal te peilen. Dus je hoopt dan dat die op tijd er is. Ervaar jij druk? Extra druk? Een beetje wel. Natuurlijk, iedereen spreekt me de laatste week aan. En je wordt kampioen hè, in hoogrijden. Ja, zo gemakkelijk gaat het niet en zo vanzelfsprekend is het niet. Maar ja, ik kan iedereen beloven dat ik in ieder geval mijn uiterste best zal doen. Ja, nou ja, die vraag stel ik omdat er nu iemand is die jou al een paar keer verslagen heeft deze winter. Ja. Of zie je dat zelf niet zo? Nou oké, okay, Compton is heel sterk geweest deze winter en heeft me inderdaad echt gewoon op klasse verslagen. En dat zal een zware dobbel worden om haar hier te kunnen verslaan. Dus we hebben dit jaar nog niet veel samen naar de finish gereden. Of nog niet samen naar de finish gereden. Ik verwacht ook eigenlijk niet dat hier gaat gebeuren. Daar is het rondje eigenlijk te lastig voor. Dus er zullen toch verschillen worden gemaakt onderweg, denk ik. Lig jij wakker van haar, na haar prestaties van afgelopen maand? Nee, ik lig er niet wakker van. Maar ik weet wel dat ik het zwaar krijg en dat ik het niet zomaar zal verslaan. En ja, natuurlijk lig ik niet wakker van, maar... Twijfel je zelf ook wel eens over. Ja, ik kan aan haar vorm weinig doen. Ik kan alleen zorgen dat ik zelf heel goed ben. Maar om de trui te veroveren, die missie is misschien wel zwaarder dan ooit. Ja. De winter is voor mij goed geweest. Ik heb echt wel gewoon goed gereden. Maar er is een concurrent die ook echt top is.